Dit is een oefenopgave voor de 2F rekentoets. Wil je de opgave eerst zelf maken? Pauzeer dan de instructie. We kennen allemaal de formule inhoud is lengte keer breedte keer hoogte. De inhoud van een piramide is iets ingewikkelder, maar als we deze formule nemen, dan gaan we ervan uit dat we het in een vierkante bak kunnen gooien. Dus de lengte van de bult, de breedte van de bult en de hoogte van de bult moeten we een beetje inschatten. We zien een jongen naast staan, daar weten we ongeveer de lengte van. Die zal tussen de 1,5 meter en de 2 meter zijn. Antwoord A is 1 keer 1 keer 2, dan komen we uit op 2 kubieke meter. Dat zou betekenen dat de bult aan de onderkant ongeveer 1 meter bij 1 meter moet zijn en 2 meter hoog. Gezien de lengte van de jongen lijkt dat onmogelijk. Bij B hebben we 3 keer 3 keer 2. Dan zou de bult, als hij vierkant was, 2 meter hoog moeten zijn en 3 meter breed en 3 meter lang. Dan komen we op 18 vierkante meter in de buurt van antwoord 2. Bij antwoord C zou de bult 7 meter lang moeten zijn, 7 meter breed en 4 meter hoog als het een vierkante onderkant had. Dan kom ik uit op 196 kubieke meter. 7 meter breed en 7 meter lang is een behoorlijke lengte. Het lijkt erop dat het kleiner is. De laatste zou nog groter moeten zijn. Dan zou de bult 15 meter bij 15 meter bij 10 meter hoog moeten zijn. We zetten alle antwoorden op een rijtje en komen tot de conclusie, en het is een stukje inzicht wat je moet hebben, dat B het juiste antwoord zou moeten zijn.